We gaan even, dames en heren, mag ik u ook allemaal uitnodigen om even hier te komen kijken. We gaan even een korte, ja, talkshow zou ik bijna willen zeggen houden. Duurt even 10 minuten, een kwartiertje. Maar het gaat uiteindelijk leiden tot een aftrap waar we u tegen zeggen. Het wordt namelijk een fantastische sportzomer. Mo, mag je uitnodigen daar op die oranje stoel te gaan zitten? Natuurlijk, het Nederlands elftal. Want dames en heren, zoals u allemaal weet, het wordt een fantastische sportzomer. We hebben natuurlijk straks de Olympische Spelen in Londen. We hebben daarvoor een geweldige Tour de France met een hele goede lichting Nederlandse renners. Maar bovenal hebben we daarvoor nog het Europees kampioenschap voetbal van 8 juni tot 1 juli. En er gaat iets unieks gebeuren bij dat EK voetbal. We zitten hier met allemaal mensen die te maken hebben met een actie die vandaag zijn begin kent. En ik trap even af met Louise die naast me zit. Louise van Nispen. Wat houdt de wedstrijd in waar we het over gaan hebben? De wedstrijd, Twan, is een wedstrijd voor caféondernemers. Voor de verkiezing van het leukste oranje café van Nederland. Mis het Horeca die organiseert heel veel leuke evenementen voor zijn lezers. En omdat nu het EK er is, hadden we zoiets van, we gaan weer wat nieuws doen. En wat is dan leuker om alle oranje cafés van Nederland in het zonnetje te zetten en uiteindelijk het allerleukste café van Nederland te kiezen? En hoe is deze actie tot stand gekomen? Eigenlijk gewoon in een meeting waarin wij met elkaar... Ja, eigenlijk in de kroeg, maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Nee, wij doen heel veel verschillende evenementen al. Het terras top 100, café top 100. En wat ik al zei, het EK komt eraan. We dachten, nou, waarom nou niet een keer iets met oranje gaan doen. Dus het leukste oranje café van Nederland. Ja, want iedereen kijkt tegenwoordig volgens mij het Nederlands elftal wel in gezelschap. Dus in een kroeg. Naast je zit Wim Bonen van de Telegraaf. Wim, voordat we praten over de samenwerking met de Telegraaf. Waar kijkt Wim het Nederlands elftal? Bij alle wedstrijden, uit en thuis. Jij bent er gewoon bij? Ik ben overal bij. Ja, ik zit in de gelukkige omstandigheid dat ik overal naartoe mag. Eigenlijk slecht voorbeeld. Ja, heel slecht. Ja, goed. Dan even over de rol van de Telegraaf bij deze actie. Wat is die rol? Nou, we vinden het natuurlijk super om mee te kunnen werken aan deze actie. Dat is een actie, wij zijn daarvoor gevraagd, uitgenodigd door Louise. En ja, de Telegraaf is de krant van het Nederlands elftal. We zijn mediapartner bij de KNVB. En wij gaan de publieksprijs animeren die onderdeel is van deze hele campagne. Oké, want uiteindelijk komen er 3 prijzen. Gaan we zo meteen er even over door, Louise. Eerst even naar Martine. Martine Zuil is hoofdredactrice van Misset Horeca, zeg ik dat zo goed allemaal? Zeg je helemaal goed. Helemaal goed, oké. En welke rol speelt Misset Horeca erbij? Nou, Misset Horeca is eigenaar van een aantal wedstrijden en events voor de horecabranche, voor de verschillende sectoren. En het leek ons leuk om nu ook eigenaar te worden van de wedstrijd om het leukste oranje café van Nederland. En dat is dus wat we vandaag gaan aftrappen. Dus wij zijn de initiatiefnemer. En ook een beetje oranje fan? Jij? Een beetje oranje fan. Ik word helemaal gek tijdens de wedstrijden. Oh, oké. En Misset zelf? Misset zelf, wij zijn een blad voor horecaondernemers. Dus wij behoren eigenlijk heel serieus met het vak van horecaondernemer om te gaan. Maar wij weten dat het voor horecaondernemers ook een hele mooie gelegenheid is. Een EK-voetbal of een WK-voetbal. Om extra omzet te draaien. Dus in die zin heeft Misset Horeca ook zeker wat met voetbal, met EK-voetbal. Omdat je daar als ondernemer gewoon meer uit kan halen als je daar goed je best voor doet. Oké, zo wordt meteen al de link gelegd tussen horeca en voetbal. Kom ik even uit bij jou, Mo. Meervoudig Nederlands kampioen knock-out panna, hè? Zo moet ik het zeggen, toch? Panna knock-out. Ja, panna knock-out. Wat is het geheim van een goede panna? Is dat het met een voorbedachte raad is. Oké. Je geeft de panna met een voorbedachte raad. Want ik zag jij net al een paar trucjes doen en ik zei al gekscherend, spelers van het Nederlands elftal kunnen het niet. Is techniek nog steeds belangrijk, ook voor veldvoetballers, of wordt het minder belangrijk de laatste jaren? Een lastige vraag, maar in mijn ogen denk ik dat het toch nog wel een van de belangrijkste onderdelen is voor een volmaakte veldvoetballer. Je leert het ook op straten, daar leer je eigenlijk al de basis. En ja, en ik denk dat je met die techniek alleen nog beter kan zijn en onvoorspelbaarder. Hey, want we praten nu over het EK voetbal en hoe we dat gaan volgen. De meeste volgens mij straks in een kroeg, in gezelschap. Hoe ga jij het EK volgen?
ga het ook met mijn vrienden gaan we het uitgebreid op een beamer volgen. Uitgebreid op een beamer. Ja. En, maar ergens besloten of toch ergens in de kroeg? Nou, het is wel een huis van een vriend, maar daar zitten we dan met ongeveer 20, 30 man. Dus, okay. Een gekke huis is het. Een gekke huis. Trouwens, nu we het toch even met je erover hebben, en moet ik het ook even met Wim over hebben. Een pool met Portugal, Duitsland en Denemarken. Hoe staat het met de kansen van Nederland zelf al? We moeten gewoon uitgaan van onze eigen kracht en daar geloof ik ook heilig in. Dus ik denk dat we gewoon eerste worden in de pool. Zo, dat is optimistisch, Wim. Ik vind het nogal een zware pool. Dat is absoluut een zware pool. Maar ik verwacht dat wij kwartfinales zeker zullen halen. Dus dat we de pool overleven. Finale. Ja? Kwartfinale? Nee. Finale. Dus dat we gewoon de pool overleven en de kwartfinales gaan pakken en vervolgens zien we wel. Okay. De euforie moet nog een beetje komen. Hè? Wij zijn altijd een afwachtend landje. We hebben slecht gespeeld tegen Zweden. We hebben tegen Duitsland niet goed gevoetbald. We gaan eraan voorbij dat we met een tweede elftal gespeeld hebben. Onze zware jongens waren er niet bij. Dus ik heb een heel goed vertrouwen in de ploeg. Ja, Martine, je moet er even mee bemoeien, want jij weet alles van voetbal. Dus, Ja, ik vond het een beetje jammer dat jij begon met de heren alleen te vragen naar de mogelijkheden van Oranje. Nee, het beste voor laatst. Want de dames hier aan tafel hebben zeker ook verstand van voetbal. Ik heb er een hard hoofd in, maar ik denk dat wij op het nippertje na de derde poolwedstrijd het toch gaan redden. En dan gaan we ook tot de finale. Oké, dan hebben we al onze zware dobber gehad. Hey, even terug naar de actie. Het leukste café van Nederland. De aftrap gaan we straks doen. Het gaat om drie prijzen, hè, Louise. Kun je even kort even uitleggen welke drie? Ja, we hebben drie prijzen, waarvan dus één de publieksprijs is vanuit de Telegraaf. Dus alle Telegraaflezers worden opgeroepen om te stemmen op hun favoriete en leukste Oranje Café. En daarnaast hebben we twee prijzen die door een onafhankelijke jury worden bepaald. Twan, jij zit er ook in en Martine en Wim. Dus we hebben drie mensen in de onafhankelijke jury. En die zullen twee prijzen uit gaan reiken. De eerste prijs is het café met de beste klantenactie. En de tweede prijs is het café wat vanuit 12 provinciale genomineerden het allerleukste Oranje Café van Nederland gaat worden. Creativiteit wordt gewaardeerd. Dan nog even over hoe kunnen cafés, horecagelegenheden zich inschrijven via de flyer? Via de flyer inderdaad. We hebben een flyer en een website missetoranjecafé.nl. Alle horecaondernemers kunnen daar via inzendingen voor 7 juni, dus voordat we gaan starten met het EK, wordt iedereen opgeroepen om door middel van foto's, video's, plannen, een waanzinnige presentatie eigenlijk naar ons op te sturen. Dus via de site kunnen ze zich aanmelden en dan bepalen we dus op 7 juni het leukste Oranje Café van Nederland. Oké, drie cafés komen er uiteindelijk uit en op de poolwedstrijden van het Nederlands elftal worden die cafés in het zonnetje gezet, krijgen ze extra aandacht. Nog iets aan toe te voegen of gaan we voetballen? Nou, we gaan zo voetballen, maar ik wil nogmaals iedereen oproepen die denkt ik ga iets leuks doen rond het EK. Met het EK. Ik ga mijn kroeg oranje schilderen. Ik ga vlaggen ophangen. Ik ga een tribune van bierkratten bouwen. Whatever. Ik zou zeggen, doe mee. Want het is echt verschrikkelijk leuk. U haalt er niet alleen extra omzet mee. Maar u krijgt ook heel veel publiciteit straks. Als u in de race bent om het leukste Oranje Café van Nederland te worden. Dus schroom niet om u in te schrijven. Heel goed. Goed gesproken. Dankjewel. We gaan even naar een veldje hiernaast. Ik nodig iedereen uit om mee te gaan naar dat veldje. Dan krijgen we niet alleen allereerst een paar mooie trucjes ter warming-up te zien van Mo. Maar daarna gaan we ook even daadwerkelijk het symbolisch openen door middel van een doelpunt. Als het ervan komt, hè? Als het ervan komt. We gaan het zien. Dames en heren, mag ik u uitnodigen hiernaast even mee te gaan naar het voetbalveldje. Want dames en heren, ik weet niet of u wel eens kijkt naar Nederland in beweging, 's ochtends op Nederland 1. Nou, dat is niks vergeleken met de trucjes die Mo kan doen. En ik zie dat Martine al klaar gaat staan in het doel, maar we gaan eerst even kijken naar de warming-up van Mo. Thank you.
Kom je uit weer? Oh, deze man. Hé, klopt! Precies. Kom, weer alles gepresenteerd is. Ja, dames en heren, doe dat maar eens even thuis na. Kijk eens, hoppa! En de controle maar houden, hup! Heel goed, heel goed. Mo, dankjewel. Nou, Mo is warm. Mag ik Martine en Wim uitnodigen om hierheen te komen? En we gaan eigenlijk het leukste Oranje Café van Nederland gaan we aftrappen. In ieder geval de actie. Door middel van het scoren van een doelpunt door Mo. En Mo gaat dat doel niet zomaar bereiken. Mo moet eerst de drie zeer goed verdedigende pionnen passeren. Op het middenveld hebben we straks Martine als Wim als goede, degelijke voorstopper. En ik ga het doel verdedigen. Dus ja, Mo, als jij er klaar voor bent. En ik kan je zeggen, Martine passeer je allereerst al niet zomaar. Dat is echt onze Mark van Bommel. En Mo, Wim ben je ook niet voorbij, want die gooit er echt een sliding in, hoor. Oh, en we zijn begonnen, dames en heren. Ik zie helemaal niks, Wim. Heel goed, Martine. Hou hem voor je, hou hem voor je, hou hem voor je. Nou, oké. Buitenspel, tuurlijk. Hoe is het mogelijk, hè, op zo'n veldje nog buitenspellen? En niet van afstand, hè? Niet van afstand, hè? Ik zie helemaal niks, joh. Goed verdedigd, Martine. Dankjewel. Wim, ben je al aan het zweten? Heel goed, Wim. Heel goed, Wim. Heel degelijk. Heel goed. Hey, Wim, toen laatst Vertongen niet mee bij Ajax. Kon jij niet invallen? Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Oh, scheids. Ja, scheids. Oh, hij is wel goed. Jeetje. Oh. Zag jullie hem? Goed gestopt. Ja, maar daar komt hij alweer, hoor. Hoppakee. En dames en heren, dit potje kan wel een half uur duren. Dus, daar komt hij weer. Wim, welke kant sta jij überhaupt, joh? Oh! En nog wel door de benen heen, een panna! Van harte. En daarmee, dames en heren, door dit doelpunt is het leukste Oranje Café van Nederland. De aftrap is gegeven, de actie is begonnen. U kunt nog inschrijven tot 7 juni, de dag voor het EK voetbal, want dan komt de jury bij elkaar om uiteindelijk te gaan kiezen. De Telegraaf zal er veel aandacht aan besteden de komende periode. En wij hopen dat u en masse inschrijft als café zijnde. Creativiteit is, wordt gevraagd. En dan komt u in aanmerking voor misschien wel het leukste café van Nederland. En op een van de dagen dat Oranje speelt in de pool, dan kan het zijn dat uw café in het zonnetje wordt gezet. Dames en heren, dank voor uw aandacht en nog een fijne dag.